De Haagse fotograaf en kunstenaar Gerard Viret leeft in de herinnering van velen voort als de man die de duiven van de stad kwam voeren. Een grote overzichtsentoonstelling van de in 2009 overleden kunstenaar moet dat beeld van de duivenman doen vergeten. Zo'n tentoonstelling draagt er wel aan bij natuurlijk een nieuw beeld van Gerard Viret. Maar toen hij nog leefde was het wel af en toe verwonderlijk dat die man met zijn emmers duiven voeren aan het stuur... dat ook een wereldberoemd fotograaf was. De in 1924 geboren Gerard Petrus Viret, die behalve fotograaf ook schilder en dichter was, had eigenzinnige opvattingen over de techniek van fotografie. Als ik hier nou een bruin familiefotootje licht, een bruin, hè, een beetje vergeeld, een beetje vergaan, dan heb ik geen behoefte om dat zo precies als het zo is weer te geven. Ik neem daar gewoon een foto van, nooit komt hij er keihard uit, maar ik heb een foto ervan gemaakt met mijn eigen nuancering, mijn eigen visie. En dan kun je eigenlijk zeggen, het wordt een Viret-foto. Iemand die helemaal wars was van conventies, en dat is interessant. En dat die totaal wars van conventies, ook hoe vasthouden van een camera, die dat hij niet wilde, hij deed het gewoon niet. Heel een camera, net als iemand die voor het eerst een auto ziet, hey, een auto sleutelt, broed, en die gaat ermee rijden. Ja, dan kan je kan heel ver komen als je geen ongelukken maakt. Nou, hij maakte alleen maar ongelukken, in mijn ogen. Maar dat is momenteel iets geworden waar mensen zeggen van kijk eens, dit is wat er gebeurt als je helemaal los van conventies bent. Een soort een art brut zou je het kunnen noemen. Een art brut in de fotografie. Hij was niet kritisch in de afwerking of... In de behandeling van de foto, foto was voor hem echt een gebruiksvoorwerp bijna. Je ziet hier ook voorbeelden van foto's die opgevouwen geweest zijn. Dus eigenlijk alles helemaal anders dan we normaal van fotografen en van fotografie gewend zijn. Ik was kind en ik zat op school in de Twikkelstraat. En hij had daar een atelier en dat was een soort kelderatelier. En ik, voor het eerst in mijn leven, zag ik een man heel wild naar buiten rennen met papieren in zijn hand. Dat bleken daar dan foto's te zijn. En iemand ontzettend veel naschelden, naroepen en slaan met de deuren. Maar ik vond het gelijk heel interessant. Toen dacht ik, wat is dat? Dus ging ik nog een keer kijken. En toen was diezelfde man opeens heel aardig. En zei hij, kom, wil je binnenkomen? En toen liet hij me binnen in zijn atelier. En toen liet hij een beetje zien wat hij aan het doen was. En toen had ik wel voor het eerst, ik denk, die man is echt iets aan het maken. Hij woonde naast mijn vader op de Loevesteinlaan. Dan had hij een artiesten atelier, heette dat. Ja. Mensen hadden boven gewoon een flatgebouw met een galerij en beneden hadden ze voor artiesten woningen. En Gerard woonde aan de ene kant en mijn vader aan de andere kant. Achter groeide berenklauwen tot in het oneindige, want niemand maakte zijn tuintjes schoon. Zoals oerwoud met die grote planten. En dan zat Gerard eindeloos panfluit te spelen, wat een grote irritatie was, want het was niet geweldig wat hij deed. In mijn ogen was het niet geweldig, laten we het zo zeggen. Want je was natuurlijk midden in de rock and roll en dan zat iemand daar maar op de ijs, maar zo'n ding te fluiten. Als ik zo naar Gerard keek en hoe die deed en dan ook de kwaliteit van zijn werk. En toen bij het klimmen der jaren was het altijd, het eindigde altijd ergens in een omgeving. Het was altijd conflictueus. Er kwam altijd een conflict. En toen dacht ik, zo moet dat ook wel zijn in de kunst. Wit en zwart, dag en nacht. Dus de soberheid en vooral het grafische, de print, is nergens anders en op geen andere wijze beter realiseerbaar als in zwart en wit. En ik zweer er nog steeds bij. Zwart en wit is toch wel voor mij het vademecum van mijn fotografie. Dat zei hij ook, dat het kaleidoscopisch was, dus dat het van alles tegelijk was. En ook heel fragmentarisch.
Dus daarom is het ook zo dankbaar om een grote tentoonstelling met het werk van Gerard Viret te maken. Omdat je dan voor het eerst eigenlijk al die puzzelstukjes een beetje tegen elkaar aan kan leggen. Hij kon ook een heleboel dingen, beheerste die niet. Hele gewoon technische vaardigheden als fotograaf en het afdrukken van foto's. En kijk, als je daar dan niet meer om geeft, om de perfectie, of dat het op een bepaalde manier moet, dan ontstaat er een enorme vrijheid. En dus wat de ene mislukte foto vindt, vindt Viret altijd een experiment. En elk experiment is een, het tonen waard. Van Viret is bekend dat hij meestal niet over een donkere kamer beschikte. Zijn afdrukken spoelde hij op zijn eigen wijze. Soms in het voormalig badhuis aan de Torenstraat en gewoon bij de buren. We kunnen dat hij zijn foto niet goed gespoeld heeft. Dat er dus nog een wikkelaar op zat en dat wordt na verloop van tijd bruin. Maar dat vinden wij in dit geval bij Viret helemaal niet erg. Het draagt alleen maar bij tot de sfeer en tot de uniciteit van zo'n print. Want het is natuurlijk fotografie. In wezen kun je oneindig deze foto afdrukken van je negatief. Maar Viret deed dat eigenlijk altijd maar één keer. En als hij dit nog een keer deed, een negatief afdrukken, dan was het toch altijd weer anders. Erotische fotografie of naaktfotografie moet je ook een beetje zien in die tijd, hè? 1965, 1975, seksuele revolutie. Dus het fotograferen van blote vrouwen stond ook voor vrijheid en een lossere seksuele moraal. En het staat ook voor je afzetten tegen de burgerlijke moraal uit de jaren 50. Dus het heeft in die zin allerlei connotaties, maar het is toch wel ontegenzeggelijk dat Viret een groot vrouwenliefhebber was. Dus een jonge, veel jongere man was het wel een knappe man. Dat is wel een knappe man met een scherp gezicht. Dus en had hij dan natuurlijk die vrijheid en het bon vivant en het ook dingen durven zeggen en dingen durven benoemen. Dus hij had zeker ook een aantrekkingskracht voor vrouwen. Ja, en die vonden hem ook interessant. En dat was natuurlijk, laten we zeggen, ook, laten we wel wezen, een hele innemende figuur. Sprak ABN Nederlands. Hij zag eruit als een zwerver soms en daar gedroeg ze er ook naar. Maar het was een man met taalkundig en goed voorkomen. En benaderde, zoals ik dat dan ook gezien heb, vrouwen ook heel keurig en zo. Maar hij praatte ze wel de jurk uit. En hij hield van benen. Hij noemt in een van de foto's achterop staat ook dat hij zichzelf dat hij zich benomaan noemt. Maar het is meer een kunstenaar in zijn hele manier van doen. Hè? Ook in zijn dichtkunst, in zijn tekenen, de bierveeltjes. Tekeningetjes maken, zo'n bepaalde routine in. Een touché. Deze bierveeltjes zijn getekend in Pulgrie. Dus daar zat hij dan. Vaak ook natuurlijk weer controversieel, want er ging natuurlijk ook een hoop drank door. Maar ik weet wel dat je, dan zat je daar en dan ging die, vooral meisjes, ging die natekenen of ging die doen en die gaf die dan. En dat vond ik wel bijzonder. Dit was een hele leuke die hier was, maar die heeft hij zeker met een andere inkt of zo gewerkt. En ik heb hem natuurlijk in de zon gehad. Dus toen ik hem vanmorgen wilde pakken, dacht ik, oeh, dat is wel heel abstract geworden. Maar het is ook wel leuk natuurlijk, want dit... Dit was toch wel. Ik denk dat heel veel mensen zo deze hebben. In zijn latere jaren ging zijn geestelijke gesteldheid snel achteruit. Wim van Krimpen, destijds directeur van het gemeentemuseum, maar ook Wim van Sinderen hebben vaak geprobeerd zich te ontfermen over Gerard Viret.
Maar de omgang met de kunstenaar verliep niet altijd soepel. Hij belde veel. Hè. Hij stond, dat was wel raar om te zien, toch een soort zwerver door de stad. Maar wel altijd met een mobiele telefoon. Al heel vroeg in de jaren 90 al belde hij. Je kon hem ook niet blijer maken dan met een stapel telefoonkaart. Dus hij belde mij wel vaker, Wim van Krimpen ook. En dat was wisselend. Dan was hij weer poeslief. En dan was hij weer heel formeel. En, of hij was heel kwaad. Als hij dan weer iets vermoedde wat niet klopte, of waar wij mee bezig zouden kunnen zijn, of met wie wij contact zouden hebben, ja, dan, ja. Dus ik heb ook wel momenten gehad dat ik echt dacht van, alsjeblieft, verlos mij van deze man. Ze hebben mij ook gevraagd om er een film over hem te maken, maar ik kende hem al te goed om te weten dat het natuurlijk een drama zou opleveren. Want dat gaat een paar dagen goed en ineens ben je verdacht. En dat was later dat ziektebeeld, al die waangedachten werden steeds heftiger. Hij werd eigenlijk steeds meer geestesziek, steeds meer achtervolgingswaanzin, wanen. En daardoor werd hij ook steeds paniekeriger en vond hij het nodig om zijn werk te beschermen. En ook hier in het museum, in het gemeentemuseum Den Haag, is hij wel eens binnengekomen met de vraag of hij naar zijn foto's mocht kijken die hier in de collectie zitten. En dat hij op een onbewaakt ogenblik die foto's allemaal ging signeren aan de voorkant, waar het museumpersoneel toen nogal door geschokt was. Een Japanse straatfotograaf, Daido Moriyama, zei laatst van, ik kijk als een straathond. En dat heb ik ook het idee bij Gerard Viret. Misschien kijkt hij wel als een duif. Hij heeft een blik die bijzonder is en daarom is het ook interessant om naar zijn foto's te kijken. Omdat je zelf nooit misschien op die manier naar de dingen om je heen kijkt in de stad.